Dader in vergismoord knipt enkelband door en vlucht. 9 jaar cel en tbs voor dodelijke mishandeling in Nijmegen. En vrijspraak voor de man die een agent meesleepte met zijn auto. In de ochtend van 6 juli 2020 is de Nijmeegse klusjesman Mohamed Kilisoy in het centrum van Beuningen om het leven gebracht. Vanuit een gestolen auto lieten 2 gemaskerde mannen schoten op hem los. De vader van 3 kinderen werd in zijn hoofd en bovenlichaam geraakt en is ter plekke overleden. Na uitgebreid onderzoek blijkt dat er geen enkel motief voor de moord te vinden is. Een van de daders van deze vergismoord is de 33-jarige August D., die dinsdag 20 december is veroordeeld tot 20 jaar cel. Hij heeft zijn enkelband doorgeknipt en is op de vlucht geslagen. De persvoorlichter van het OM zegt hierover het volgende. De rechtbank heeft op 20 december de gevangenhouding bevolen. Met de advocaat van de veroordeelde is de afspraak gemaakt dat hij zich op 21 december zou melden. De man droeg op dat moment een enkelband in het kader van een eerdere veroordeling, waardoor er wel zicht was op zijn verblijfplaats. De man heeft zijn enkelband echter doorgeknipt en zijn verblijfplaats is op dit moment onbekend. Om die reden staat hij internationaal gesignaleerd. Ja, onze verslaggever Joyce staat op de plek waar deze tragedie 2,5 jaar geleden heeft plaatsgevonden. Joyce, wat ik meteen afvraag, hoe kan dat zomaar een enkelband doorknippen? Ja, de enkelband is gemaakt van rubber en glasvezel. En het kan met enige kracht of gereedschap verwijderd worden. Dat kan, dat is eigenlijk helemaal niet zo heel erg. En dat is ook zelfs nodig, want in bijvoorbeeld noodsituaties zoals bij een ongeluk moet een enkelband verwijderd kunnen worden om lichamelijk letsel te voorkomen. Nou, in dit geval van deze voortvluchtige gaat het natuurlijk om sabotage van de enkelband. En dat is een heel ander verhaal. Ja, dat is in dit geval zeker een ander verhaal. Vertel, wat voor een gevolgen heeft dat saboteren van een enkelband? Allereerst, er komt meteen een melding aan de regiekamer van de dienst justitiële inrichtingen en de reclasseringswerker. Nou, in dit geval gaat het dus ook om een veroordeelde en dan volgt er ook meteen een internationale opsporing. Bij vernieling of verduistering van een enkelband doet de dienst justitiële inrichting ook aangifte. Er is nu sprake van een nieuw strafbaar feit. Ja, ook nog eens, hoe kan dat eigenlijk? Een man met zo'n veroordeling alleen maar met een enkelband rondlopen? De enkelband, dat staat los van deze zaak. De man droeg al een enkelband in het kader van een eerdere veroordeling, waardoor er dus al toezicht was op zijn verblijfplaats. Nou, hij zou zich 21 december hebben moeten melden. Nou ja, we weten inmiddels dat dat dus niet gebeurd is. Ja, Joyce, en hoe nu verder? Ja, nu is het natuurlijk zaak dat de voortvluchtige opgespoord wordt. Maar naast August D. zijn er ook andere betrokkenen bij dit misdrijf. Rechtbank Gelderland veroordeelt 6 mannen tot celstraffen, variërend van 5 tot 30 jaar voor hun betrokkenheid bij deze zogenoemde vergismoord in Beuningen. Een aantal van hen heeft wel meerdere misdrijven op een kerfstok. En bij de hoogte van de straffen weegt de rechtbank dan ook zwaar mee dat het de mannen alleen om geld lijkt te doen. De manier van werken toont op geen enkele wijze respect voor andermans leven. En tot slot moeten alle mannen ruim 340.000 euro aan de 6 nabestaanden van het slachtoffer van de moord in Beuningen betalen. Dankjewel Joyce vanuit Beuningen. Het Openbaar Ministerie in Arnhem eist 9 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging tegen een nu 21-jarige man voor de mishandeling van een 62-jarige man uit Nijmegen met een vaas. Dit gebeurde op 26 mei vorig jaar. Ook werd het slachtoffer in zijn nek gestoken met een mes. De Nijmegenaar overleefde de aanval niet. Volgens het OM stierf het slachtoffer een vreselijke dood. Een vrouw van inmiddels 22 die bij de zaak betrokken was, moet als het aan justitie ligt 6 maanden de cel in. Deskundigen vinden dat zij kwetsbaar en beïnvloedbaar is en jeugdstrafrecht op haar moet worden toegepast. Het OM neemt het advies over. De rechtbank heeft een 22-jarige Nijmegenaar vrijgesproken van een poging tot doodslag op een agent. Afgelopen juni sleurde de man een agent mee aan zijn auto nadat hij werd staande gehouden. Het Openbaar Ministerie eiste 18 maanden. Hij is wel veroordeeld voor een reeks drugsfeiten tot een gevangenisstraf van 20 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. Het instellen van het algeheel verbod op brommers, snorfietsen en scooters met een verbrandingsmotor in heel Nijmegen en Lent vanaf 2028 gaat door. De gemeenteraad nam het voorstel van het college aan, zij het met de kleinst mogelijke meerderheid.
Wel moet het college komend jaar met een voorstel komen waarin de verschillende mogelijkheden om de inwoners bij de transitie te ondersteunen concreet worden uitgewerkt. Vanaf 2025 zijn brommers en scooters met een verbrandingsmotor van voor 2011 niet meer toegestaan in de binnenstad, Hof van Holland en op de campus Heindaal. De kogel is door de kerk. Het Wiegens College werkt niet mee aan een initiatief voor een grote Aldi-supermarkt op Alverna. De winkelstructuur van de gemeente Wiegen zou daarmee uit balans raken. Het college start een onderzoek naar de mogelijkheden van een nieuwe buurtsuper voor het dorp, gezien de huidige buurtsupermarkt in januari de deuren gaat sluiten. Het aangekondigde concert van Maroon 5 dat komende zomer in het Nijmeegse Goffertpark zou plaatsvinden, is verplaatst naar de Ziggo Dome. Mensen die inmiddels een ticket in bezit hebben, kregen recent een mail van de concertorganisator met dit nieuws. De band zou het publiek een betere ervaring willen geven door het concert in de Amsterdamse zaal te houden. Of er nu een andere band in het Goffertpark wordt geprogrammeerd, is nog niet bekend. De woontoren op de Heestelpoort. Het plan was er al een tijdje en dat de toren 120 meter hoog zou worden, wisten we eigenlijk ook al. Inmiddels is er een persconferentie geweest over hoe de toren eruit komt te zien. Dit was vanuit de gemeente Nijmegen en de ontwikkelaar van de toren georganiseerd, Van Wonen. In de nieuwe woontoren zijn er veel woonplekken beschikbaar. Van sociale huurwoningen tot studentenwoningen tot koopappartementen. En we hebben bedacht dat het bij zo'n groot aantal appartementen, we hebben het hier namelijk over 383 appartementen, dat nodig is om dat met elkaar wonen te organiseren. En dat doen we gewoon in stadswijken en die hebben we gestapeld. En die hebben ieder zijn eigen identiteit, zodat iedereen zich thuis kan voelen in zijn eigen wijk. Aan ontwikkelaar Van Wonen werd ook gevraagd de groene corridor door te trekken en daar geen stop op te zetten. Dat hebben we gedaan door een heel compact gebouw te maken en daarmee het gebouw niet tot bij de rooilijnen uit te vullen, maar binnen de rooilijnen te blijven en daarmee heel veel openbare ruimte terug te geven aan de stad. En dat doen we in de vorm van een nieuw plein wat we maken, maar ook heel veel groen op maaiveld. Naast de woningen wordt er ook een parkeergarage gemaakt. Hier zullen bijna 600 plekken beschikbaar zijn. De parkeergarage is expres heel compact gemaakt, zodat er meer ruimte overblijft voor het maaiveld. Ook zal er een groen daklandschap komen op de parkeergarage, die voor iedereen toegankelijk is. Ook komt er een stadsmuur. Dat was volgens Van Wonen de mooiste oplossing voor de gevel van de parkeergarage. Ze hadden ook andere ideeën dan de stadsmuur, bijvoorbeeld nog woningbouw tegen het gebouw aan. Maar eigenlijk maakten alle deze ingrepen werd teniet wat we met veel moeite bereikt hadden, namelijk dat we een brede groene corridor daar creëren. Dus we hebben op een gegeven moment gezegd, ja, het makkelijkste is het mooiste en dat is, we maken daar gewoon een verzorgde muur. Het gebouw heeft een vrij aparte constructie met twee gebouwen aan elkaar. En dat idee is op de volgende manier ontstaan. Boven alles staat de stedenbouwkundige inpassing in zijn omgeving. Op verschillende schaalniveaus. Dus we hebben ten eerste een gebouw gemaakt wat een plint kent, een toren en ook met een kroon bekroond wordt om die hoogte ook op een gegeven moment af te sluiten. Maar de toren is met name in twee volumes verdeeld om twee slanke hoogtorens te maken in plaats van één lompe toren. En de ene toren is ook hoger dan de andere om het beter in de skyline van Nijmegen in te passen. Ja, ondanks de voorspelling is een groot deel van de dag vandaag toch droog verlopen in onze regio. Maar reken je niet rijk, een regengebied is onderweg en zal vanavond en vannacht over ons heen trekken. Ook morgen krijgen we te maken met een nieuw regengebied. In de ochtend zal het nog wel droog zijn, maar in de middag trekt het regengebied over onze regio heen. Als het voorbij is, zal het tegen de avond wel weer droog zijn. Het is zacht, morgen met een graad of 10. Ja, ook het weekend verloopt zacht en regenachtig. Geen witte kerst. De temperaturen komen ook tijdens de kerstdagen uit op zo'n graad of 10. Zaterdag zal het meest droog verlopen, maar tijdens de twee kerstdagen zullen de nodige buien vallen. Droge periodes zijn er wel, maar de zon is ver te zoeken. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Voor het terugkijken van onze uitzendingen kun je altijd terecht op ons YouTube kanaal. En volg ons natuurlijk op Facebook, Instagram en Twitter. Voor het laatste nieuws kun je altijd terecht op onze website rn7.nl. Wij zijn er morgen weer. Tot dan!